Stichting Support Recycling Suriname, SeurreSuur, heeft in samenwerking met de Community Hub en Stibula een e-waste project gelanceerd. E-waste is het verzamelen van elektronisch afval dat op een milieuvriendelijke manier verwerkt zal worden. Naast de drie organisaties leveren ook Stichting CITA en TeleSuur een bijdrage aan dit project, zegt projectcoördinator Rubia Berghout. Het deponeren van e-waste materiaal is kosteloos en geschiet in een gesloten inzamelbak. En met deze vier organisaties proberen we mensen voorlichting te geven dat e-waste ook een groot probleem aan het worden is. Die telefoons, die tablets, die iPads, die hebben geen lange levensduur. Na 1-2 jaar worden ze weer vervangen. En vaak genoeg worden die oude dan gewoon weggegooid. Ze blijven een tijdje thuis ergens slingeren en dan worden ze weggegooid. Maar het gewoon weggooien is meestal met ons huisvuil. En dat zou niet moeten, want ze moeten op een bepaalde manier uit elkaar gehaald worden, zodat ze weer gerecycled kunnen worden en uit het milieu blijven. En vanaf vandaag zijn er dus tonnen, speciale tonnen, bij de Hub en bij Stibula en bij TeleSuur Leliedorp Noord en TeleSuur Zonnebloemstraat, waar mensen hun e-waste kunnen plaatsen. Hun oude tablets, hun oude iPads, hun oude laptops, hun gameconsoles, die mogen ze naar die locaties brengen om gerecycled te worden op een correcte manier. Berghout vertelt wat het doel is van het e-waste project. Berghout geeft aan dat SeurreSuur meer kan recyclen. Behalve plastic en glazen flessen doen zij nu ook afval van elektronische apparaten. Ze zegt dat het recyclen hiervan belangrijk is om het milieu te beschermen. Omdat e-waste een heleboel hazardous, het hoort onder de categorie hazardous waste. Het heeft een heleboel gevaarlijke stoffen erin en die wil je niet gewoon in je milieu. Alle electronic waste die eigenlijk een beetje met communicatie te maken heeft. We kunnen veel meer recyclen, maar we beperken ons op dit moment tot computers. Dus laptop, desktop, telefoons, iPads, tablets en gameconsoles. Die mag je dus brengen. En het zijn niet alleen Blackberries hoor, want Blackberries zijn van 5000 jaar geleden en worden niet meer gebruikt. Maar de gemiddelde levensduur van een telefoon, ook die nieuwe iPhone of die nieuwe Samsung, is 18 maanden. Dus ook die nieuwere toestellen gaan heel snel eruit en moeten ergens komen in plaats van gewoon in het milieu. En daar zijn er dus mooie tonnen voor. Ze zijn er nu nog zo. We gaan ze samen met onze jongeren, gaan we ze ook nog even leuk verven. Omdat dit een project is dat gedragen wordt door de jongeren van Stibula. Er zitten veel gevaarlijke chemische stoffen in oude elektronische apparaten. Die kunnen vooral schadelijk zijn voor jonge kinderen, zegt Berghout. TeleSuur lanceert aanstaande dinsdag dit project bij haar filialen, waar er inzamelbakken komen te staan.